Vanmiddag in Os. Dit is Louis Vuitton, dinsdag nog winnaar van de Superprestige in Rome. Henny Stamsnijder steeds beter in vorm. En Martin Hendricks de leider in het algemeen klassement. Dat zijn de matadoren voor het vijfde duel om de Superprestige. De start op het modderige parcours van de vuilnisbelt daar in Brabant. Hendricks is goed weg, Stamsnijder volgt en Van Bakel. Dat waren de drie eerste bij deze start, die zoals u weet zeer belangrijk is. En we gaan kijken naar één ronde wat er gebeurd is. Hier komen ze. Martin Hendricks leidt voor Stamsnijder. En dan een verrassing, links in beeld, in derde positie, Nico Verhoeven. De wegrenner die een Tour-etappe won in West-Berlijn. Daarachter Louis Vuitton, hier passeert hij. En dan als eerste van het achtervolgende veld in de witte trui Groenendaal, links Pleij in de oranje trui, rechts in de oranje trui Gerritsen, in het midden dan De Brouwer, daarachter Van Bakel. Hier komt ook nog Adrie van der Poel en deze mannen zijn al bijna geklopt. We zijn boven op de heuvel, de Witte Ruisheuvel. Stamsnijder op kop. Op 10 meter Louis Vuitton. Daarachter nog steeds, heel verrassend, Verhoeven wordt nu gepasseerd door Groenendaal. Dat zijn de eerste vier. En dan de nummer 5, Martin Hendricks probeert aansluiting te krijgen bij de kopgroep. De drie vooraan. Stamsnijder, Louis Vuitton. En dit is Groenendaal. De vierde man was een achterblijver van Gorkum. Die telde dus niet mee. Dan op 17 seconden passeren twee achtervolgers. Het zijn Baars in de witte trui en Martin Hendricks. 17 seconden hadden ze aan hun broek en het werd zeer moeilijk voor de twee. De drie op kop. Stamsnijder trekt fel door. Groenendaal moet het werk doen. En Louis Vuitton wordt 10 meter achteruit geworpen. De twee achtervolgers, Baars en Hendricks, op 20 seconden. En dan een groepje met Thaler, de wereldkampioen, Van Bakel in het midden en Nico Verhoeven. En let u op wat dan gebeurt. Een supporter duwt Van Bakel. En daardoor komt Nico Verhoeven ten val. En wat doet Verhoeven? Hij neemt wraak. En wordt daardoor kansloos. Nico Verhoeven zou teleurgesteld de wedstrijd verlaten. Heel jammer dat dit incident gebeurde. We gaan door met de drie koplopers. Nieuwe demarrage van Henny Stamsnijder. En weer moet Groenendaal het werk doen. Hij zit een beetje in de tang tussen Stamsnijder en Louis Vuitton. De Belg rijdt in derde positie afwachtend. En hier de nummer 4 en 5, Hendricks en Baars, die maar niet konden naderen op de kopgroep. De kopgroep weer bij elkaar. Louis Vuitton leidt nu voor Groenendaal en Stamsnijder. En Fitters is een achterblijver, de nummer 4 daar. Die telt dus niet mee. Dan heeft Hendricks Baars gelost en gaat alleen in de achtervolging op de kopgroep van 3. Kijken wat dat wordt. Louis Vuitton, Belg is in uitstekende conditie, Groenendaal, Stamsnijder in die afdaling. Het was zeer gevaarlijk en glad en je moest geconcentreerd rijden. Hier komt Martin Hendricks. Hij heeft dan 9 seconden achterstand nog slechts, de helft van zijn achterstand goed gemaakt. Spanning steeg daar in Os. Wat gebeurt hier? Stamsnijder en Louis Vuitton alleen. Ze zijn Groenendaal kwijtgeraakt. Wat gebeurde met Groenendaal? Hij had materiaalpech. De twee dicteren, zoals de laatste twee jaar het geval was, weer wat er gebeurt in Os. Hier komt de pechvogel voor eigen publiek, Groenendaal. Dus 30 seconden losgegooid van de twee op kop door die pedaalarm die losschoot. En kansloos meteen voor de overwinning. Martin Hendricks blijft op de vierde plaats, maar heeft verdere achterstand opgelopen. Dan zijn we al bij de finish. Henny Stamsnijder heeft Louis Vuitton losgegooid en is erg blij met zijn derde opeenvolgende zege in Os. Louis Vuitton wordt dus tweede en derde Groenendaal, de pechvogel, op 36 seconden achterstand. Dan is het wachten op de nummer 4. Dit is Martin Hendricks, nummer 4, op bijna 1 minuut. De winnaar, Henny Stamsnijder, 33 jaar uit Emter, zwaar getekend door de strijd. Het was daar heel vermoeiend in Os. Maar met een schitterende conditie nu, die veel belooft voor de rest van het seizoen. En na de wedstrijd in Os is dit de stand in het klassement om de Superprestige. Louis Vuitton en Hendricks nu gezamenlijk aan de leiding met 62 punten. En voor de rest is het alleen maar Nederland dat de klok slaat. Stamsnijder 3, Van Bakel 4 en Rijn.